deze video-update over KeyPrivate. U ziet het, hè, door de uitzonderlijke maatregelen ben ik ook niet op het werk en volg ik een beetje de markten van thuis op. We willen nogmaals in deze video oproepen dat de paniekfase op de beurzen blijft overheersen. Vele sentimentsindicatoren staan diep pessimistisch. Dus we vinden ook dat het op dit moment niet meer opportun is om nog snel aandeel te gaan verkopen. Ik denk dat er heel veel op wijst dat we aan bodemvorming bezig zijn en dat we ons de komende tijd aan een technisch herstel van de beurzen kunnen verwachten. En opnieuw dat herstel van de beurzen kunnen we aangrijpen om eventueel nog verder de aandelenposities in onze portefeuilles te verlichten. U gaat ook zien, de komende dagen gaat u een communicatie van ons in uw inbox krijgen en waarin we nogmaals die verschillende sentimentsindicatoren tonen, maar ook opnieuw enkele technische indicatoren over de markt te laten zien. De markt is vandaag zeer oververkocht. We zijn bijna op dezelfde niveaus aangekomen als 2002, 2008, 2009. En dat waren toch telkens instapmomenten. Dus opnieuw, we willen u met deze video-update de boodschap geven van blijf kalm, panikeer niet. Nu nog snel verkopen is niet aan de orde. Integendeel, we verwachten ons aan een technisch herstel van de beurzen. Dus vanuit een opportunistisch standpunt kan het misschien wel lonen om nu toch al een stuk van je kapitaal opnieuw aan het werk te zetten in de markten. Ik dank u voor uw aandacht en we komen zeker nog bij je terug.